Vertraagd. En we zijn op het voorstel van de klasse zelf hebben we daar één diploma-uitreiking van gemaakt. Is ook wel te begrijpen. 14-3 begon op 29 september 2014. En 14-4 een klein maandje later, dus misschien is het eigenlijk ook wel eens één klas. Ik weet niet of jullie het zelf beleefd hebben, maar het was maar kort aan elkaar. Een studentje is zijn hand zodanig gekneusd in de bel vannacht dat hij gewoon niet kon schrijven in mijn les. Niet best natuurlijk. Gooi je wel herinneren. Goeie start. Was dat niet Jan die ons stuurde? Ik dacht het wel, hè? Ja, ik kan zijn naam goed herinneren. En de trommel, dames en heren, was Tijd Roeien. Ja, Tom. Volgende. En hier zijn we dan in de kans. Oké. En we juichen allemaal op de beste tijd. De volgende. Ja, 14-4, hetzelfde verhaal natuurlijk, alleen ik heb het iets ingekort. In deze fase, VFR-fase, wordt er ongeveer 90 uur gevlogen. Uiteraard, als uiteindelijk die stofdrukje is genomen, wordt er uiteindelijk natuurlijk ook echt gevlogen. Er worden natuurlijk vaak leuke foto's genomen, zoals Erwin in dit geval, en de volgende Milan. En getracht wordt om de studenten binnen 17 lessen, of hier is ongeveer 22, 23, 24 uur, om ze dan ook echt solo te laten vliegen. En dat is best wel eng. Als je altijd gewend bent dat er iemand naast je zit die ten alle tijde kan ingrijpen, krijg je op een gegeven moment, zegt die meneer van nou ik stap uit, vlieg jij nog maar even een circuitje, foto, wordt er teruggetaxied en dan begint het eigenlijk het hele ritueel. Want als ze eenmaal teruggetaxied zijn en dan weer terugkomen op school, dan ontstaat er eigenlijk een heel first solo ritueel. Wat gedaan wordt is, als je geland wordt, je moet op de vleugel blijven staan, je stropdas wordt afgeknipt, in dit geval Egbert, of de volgende, dat is Pieter. Dan mag je niet met je voeten de grond raken. Dus je wordt op de schouders genomen, in de auto gedropt, vanuit de auto naar het verblijf. En daar word je in het zwembad gegooid. En pas als je in het zwembad ligt, kun je uiteindelijk weer de grond bevinden. Ik weet niet hoe u er naar kijkt, maar mijn idee is dat ze over het algemeen niet knapper op worden. Maar goed, het hoort er nog eenmaal bij. Gelukkig hebben ze allemaal weer haar, maar dit is helemaal niet wel wat er een beetje bij hoort. Uiteindelijk, na circa 90 uur vliegen in de VFR-vlaas, doen ze een GPL-examen. Dan zijn ze nog niet klaar op Phoenix, maar dan doen ze een GPL-examen. En dan wordt er natuurlijk gejuicht en even wat mooie foto's gemaakt voor het GPL-examen. Na het VFR-gedeelte krijgen ze nog ongeveer 50 uur instrument vliegen. En dat is eigenlijk een basic instrument vliegen. Je kunt je voorstellen in Phoenix waar eigenlijk altijd de zon schijnt en nooit een wolk is. Want het heel lastig is om in een wolk te vliegen. Daar hebben die Amerikanen sowieso niet zo op om in een wolk te vliegen of in een buurt te komen. Dus je krijgt een introductie van instrument vliegen. En dat is puur alleen op de instrumenten gebruik maken van de bakens overal om je door de luchtruimte te begeven. En dat wordt dan gedaan op een, uiteraard niet met een gewoon vliegtuig, maar met een speciaal daarvoor gecertificeerd aerobatic vliegtuig. Nou, uiteindelijk, na zo'n kleine 140 uur wordt dan, en 5 maanden, wordt dan de opleiding afgesloten en dan krijg je de wing-uitreiking. En dat is zoals we natuurlijk hier al netjes ook waarschijnlijk thuis hebben laten zien.
wordt door de instructeurs, in dit geval de heer Bitter, vaak de wing uitgereikt. En zijn ze klaar met Amerika. Voor klas 1403 was dat half november, 15 november. En klas 1404, die was in delen. Is dit, u kunt ongeveer inschatten welke periode dit was. Dit was 24 december, het eerste deel. De wing gekregen. En het tweede deel heeft begin januari een winguitreiking gekregen. Mooie lijst, hard voor gewerkt, ook in de vliegfase hard gewerkt om er een mooi succes van te maken. En ik zie aan het eind een keurige standaard op die full flight en inmiddels een baan, dus dat is wel goed. Dank u wel. Dus Chris zal het... Heel vrijwillig zijn. Ja. Nou, beste familie, vrienden, leraren, instructeurs, overig leden. Bedankt, bedankt voor jullie komst natuurlijk. Ik spreek namens twee klassen. En ik denk dat ik namens die twee klassen spreek, als ik zeg dat de afgelopen 2 jaar echt een tornado over mij zijn gegaan. Als de dag van gisteren weet ik nog dat we onze uniform hier op gaan halen. Ja, heel goed.